Goedenavond. Vijftieners, de jongste 15, de oudste 19 jaar, zijn opgepakt na de zelfdoding van een meisje van 14. Dat meisje had met één van de jongens afgesproken aan de Westerbegraafplaats in Gent, dat schrijft het Nieuwsblad. Maar er bleken 5 verdachten haar op te wachten. Die zouden het meisje verkracht en aangerand hebben, daar beelden van gemaakt hebben, die dan ook nog eens verspreid hebben. Ook het slachtoffer zou de beelden gezien hebben. Enkele dagen later maakte ze een einde aan haar leven. De burgemeester van Gaveren is geschokt. Het 14-jarige meisje groeide op in zijn gemeente en ze ging er ook een aantal jaren naar school. Wij hebben onmiddellijk het initiatief ook directie van de school genomen om nu professionele hulp in te roepen uiteraard. Het CLB zal onze psychiater sturen. Ook er zal de nodige slachtofferbejegening aanwezig zijn om op een professionele manier verder te zetten. Ook in diezelfde groep hoor, want dus, dat beperkt zich niet alleen zeg maar, tot dat klasje van dat kind. Dat is een klein schooltje, dat is een graadsklas. Dus het studiejaar daarvoor, het studiejaar daarachter, wordt er ook, bij er ook een groep van een 30-tal kinderen worden daar toch nu intensief professioneel geholpen. Het zal nodig zijn. Het zijn schokkende gebeurtenissen. Wie nood zou hebben aan een gesprek, die kan de klok rond terecht op zelfmoord1813.be of gratis bellen ook naar het nummer 1813. In het journaal van 7 uur straks hebben we trouwens Niels van Pamel te gast van Child Focus. Vlaams minister van Omgeving, Zoal Demir, wil een algemeen rookverbod in alle natuurgebieden in Vlaanderen, zeker in droge periodes. Nu is het al verboden om vuur te maken in natuurgebieden van Natuur en Bos. De minister laat onderzoeken of ze dat verbod kan uitbreiden. Je mag nooit vuur maken in de gebieden die het agentschap Natuur en Bos beheert. En de bevoegde minister wil dat verbod uitbreiden. Ik ben op dit moment aan het onderzoeken om het vuurverbod, om daar ook een rookverbod van te maken en dat ook uit te breiden in al onze natuurgebieden. Zeker in die droge periodes moet daar toch wel het gezond verstand primeren. De weinige rokers die we tegenkomen vinden zo'n verbod zo gek nog niet. En zeker gelijk als het nu het milieu, dus de natuur, het wordt droger en droger. Je ziet het nu al op een paar dagen tijd hoe droog dat het wordt. Dus. Vraag is of zo'n rookverbod permanent of tijdelijk moet zijn. We kunnen dat bijvoorbeeld ook doen alleen in droge periodes, hè, vooral tijdens de zomer. Als het sneeuwt, regent, is dat minder nodig. Maar dat we wel gaan moeten handelen, dat lijkt mij logisch. Rokers zullen zeggen van ja, waar moeten we dan wel nog roken als het ook al niet meer buiten mag? Misschien wij kunnen een speciaal gebied maken voor de rokers. Zoals een hondenweide? Ja. En nu we toch in het bos zijn, bosklassen en ook C-klassen voor lagere scholen, die mogen weer. En dat voor het eerst sinds oktober vorig jaar. Dat is ook het geval voor deze zesdejaars van basisschool De Schatkist uit Hulshout, die naar de Ardennen getrokken zijn, naar Durbuy. 3 dagen slapen ze daar op een kampplaats en ze amuseren zich in hun klasbubbel. Het mooie weer is zeker welkom tijdens het rotsklimmen en kajakken. Alles nog altijd wel met strenge voorzorgsmaatregelen. Normaal zitten wij met alle klassen samen. Maar nu zitten wij alleen met onze klassen. Nu heeft iedereen zo'n bubbel. Wij zijn bubbel geel en andere klassen hebben een bubbel rood en blauw. Dus dat is wel volledig anders. Ik wou echt heel graag op bosklassen komen. En met mondmasker, zonder mondmasker, dat maakt me eigenlijk niet veel uit. Zolang ik maar naar hier kon komen, was het goed voor mij. We mogen niet over heel het terrein lopen. We hebben bijvoorbeeld aparte trappen. We hebben speciale uren dat we mogen gaan zwemmen en van die dingen. Voor mij maakt het niet uit hoe dat ik op bosklasse kan gaan, maar wel dat ik op bosklasse kan gaan. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Oh, take this mobile, take this powerbank, take this money, take this shoes, everything take. But talking Croatian police, no talk you. You sleep just fighting. Talking or fighting. If you talk, they hit you. Yes. Big hit you. Een vluchteling doet zijn verhaal aan de buitengrens van Europa, in Bosnië. Migranten en vluchtelingen worden daar vaak opgepakt en de grens overgezet, zonder dat ze de kans krijgen om asiel aan te vragen. Dat kon onze ploeg zelf vaststellen. Dat zogenoemde pushbacken strookt niet met de Europese wetgeving. En de politie gebruikt dan ook nog eens geweld. Opgelet, sommige beelden in het verslag zijn hard.
Hier in het noorden van Bosnië proberen duizenden migranten en vluchtelingen de grens over te steken naar Kroatië, het eerste land in de Europese Unie. Maar dat blijkt allesbehalve makkelijk. Wie niet tegengehouden wordt bij de grens, wordt in Kroatië opgepakt en zonder pardon terug de grens overgezet. Yesterday we was in jungle in Croatia and the Croatia police come and caught all of us. Mm-hmm. Yes. And they take all bags, mobile phones, everything. Our food, our money, everything. They take. So you have nothing left? No, nothing. مجموعة لبس القناع. فهمني؟ هذوك يمسكونا يعريونا يشعلوا نار يحطونا ألبسة هناك ينحونا الجوالات يكسرهم ويحكمونا بالضرب يضرب ضرب ضرب ويرمونا على الويديان. Volgens het internationaal recht mag je geen mensen deporteren zonder dat ze de kans krijgen om asiel aan te vragen. Maar deze Syrische vluchteling is al 12 keer Kroatië uitgezet. One time they catch me in Zagreb also. And I ask them I need to apply for asylum. They say no. They not listen to me. Even in Zagreb. And that was the police in Zagreb? Yes, police of Zagreb, yes. In Peru is er een hertelling gebeurd van het aantal coronaslachtoffers. En het virus blijkt bijna 3 keer meer doden gemaakt te hebben dan gedacht tot nu toe. In verhouding tot zijn bevolkingsaantal is Peru nu het zwaarst getroffen land van de hele wereld. De ziekenhuizen liggen er overvol en er is een tekort aan zuurstof. Experts gaven al langer aan dat de statistieken geen realistisch beeld gaven. La cifra de fallecimiento por COVID-19 es de 180.764 personas, ciudadanos en el Perú. De acuerdo a la aplicación de los criterios, pueden realmente permitirnos en adelante tener una cifra diaria que refleje la realidad más cercana a lo que está ocurriendo en la pandemia de COVID-19 en nuestro país. In het tennis heeft Naomi Osaka het toernooi van Roland Garros verlaten. Ze wilde geen persconferenties geven, iets wat nogthans verplicht is. En daar kreeg ze veel kritiek op. Maar nu heeft ze onthuld dat ze al jaren met angstaanvallen kampt en depressies ook. En dat mediaoptredens haar heel onzeker maken. Het ging als een schokgolf door de tenniswereld. Naomi Osaka verlaat Roland Garros niet omdat ze heeft verloren, maar omdat ze niet goed in haar vel zit en ontmoetingen met de pers wil mijden. Zelf verwoordt ze het zo. Ik mag mentale problemen niet onder de mat vegen. Ik heb langere periodes van depressies gekend sinds de US Open van 2018. Daar heb ik erg mee geworsteld. Nu zoek ik sociaal isolement. Gewezen topspeelster Sabine Appelmans heeft begrip voor de situatie van Osaka. Enerzijds verbaast het mij omdat ze de laatste 2 Grand Slams heeft gewonnen. Anderzijds ja, is er enorm veel druk op haar. Ze is een van de bekendste sportvrouwen in de wereld. Ze presteert goed op de tennisbaan, maar ze doet ook heel veel dingen erbuiten. En ik denk dat het de combinatie van die twee is, van haar engagement, haar sociaal engagement, in combinatie met dat zware tennisleven dat haar tol eist. Derde keer een goede keer, dat is van toepassing op de Italiaan Sonny Colbrelli in de Dauphiné. Hij heeft vandaag de derde rit gewonnen nadat hij gisteren en eergisteren telkens tweede werd. Colbrelli in de groene puntentrui was de snelste in een taaie sprint bergop. Hij bleef voor de Spanjaard Aramburu en de Amerikaan McNulty. Jasper Stuyven werd vierde. In het klassement blijft Lucas Pöstlberger nummer 1 met 2 seconden voorsprong op Colbrelli. 5 ritten te gaan nog. Morgen is er een tijdrit. Meeuwen horen bij het idyllische beeld misschien dat we hebben van de kust, maar het zijn soms ook vervelende beesten die veel overlast kunnen veroorzaken. Een speciaal meeuwenteam bezoekt mensen die last hebben van lawaai, uitwerpselen of agressieve meeuwen. En de bedoeling is dan om oplossingen te vinden die goed zijn voor mens en meeuw. Meer over de vogels om 7 uur bij Hanne. En ik ben er rond 9:50 straks weer. Voor laat, tot dan. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.